Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks. Europarks Resort Bonaire, Vervoort Meubelen, Radio NL en Europarks Resort Poort van Amsterdam. In deze aflevering bezoekt Tim het nieuwe vakantieproject van Europarks op Bonaire. En ontvangt hij samen met Nana gasten op Europarks Resort Poort van Amsterdam. Tim en Nana beginnen deze zonnige dag in Marken. Een voormalig eiland dat door de smalle steegjes en schilderachtige huizen de authentieke sfeer van vroeger weergeeft. De voormalige vissershaven is met zijn boten en terrasjes een rustplaats voor toeristen. Wil je een poffertje van me? Ja, heerlijk. Dan zeg ik geen nek tegen. Hey, hallo. Goeiedag. Hallo. Ja. Ja, lekker. En met heel veel suiker. Jij ook of niet? Ik ook, ja. Ja, graag twee porties. Mee. Heerlijk. Lekker. Gaan we doen. U zult wel warm hebben ook, mevrouw. Ja, nou, is wel gezellig. Liever warmer dan koud. Dat is waar. Dat is waar. Oké, okay, zoveel boter hoef ik dus echt niet. Zo? Ja, dat is smeriger dan genoeg, ja. Lekker, dankjewel. Heerlijk, dankjewel. Alsjeblieft. Fantastisch. Nou, we hebben volgens mij wel eens slechtere openingen van dit televisieprogramma gehad. Of niet soms? Ja, we beginnen goed. Het zonnetje, poffertjes. Wat wil je nog meer? Sorry. Ja, ik heb wat extra suiker en extra boter. Daar gaan we. Maar goed, wat gaan we allemaal doen vandaag? Nou ja, welkom in Marken. Ja. Hoe mooi is dit? Marken is heel mooi. Echt, hè? Eerste keer. Is het je eerste keer in Marken? En? Nou, tot nu toe bevalt me denk ik wel. Ik ga eerst proeven. Ik heb Marken al goed gekeurd. Lekker, hè, die boter? Mm. En die suiker. Maar goed. Je weet dat hier, wat hier aan de overkant ligt, hè? Uitdam. Precies, ja. Wij hebben een afspraak met Fred en Waja in Uitdam. Want ze hebben natuurlijk een hele mooie vakantiewoning gekocht. Dus dan gaan we eens even kijken. En ik wil een rondje Marken doen. Heb jij Fred en Waja van mij afgepikt? Een beetje. Zo zou ik het niet willen noemen. Zij hebben echt een fantastisch mooi plekje uitgezocht. Fantastisch, dat ga je zo zien. Maar zullen we eerst een romantische wandeling maken door het prachtige Marken? Goed idee, met de koffertjes. Ja? Met de koffertjes. Lekker. In Marken zijn tal van bezienswaardigheden en wandelroutes. Zo kun je uitwaaien over de dijk langs het Zuiderzeepad. Of de werfenroute volgen naar de plaatselijke vuurtoren. Aan de haven bevinden zich tal van horecagelegenheden. Verder is er een toeristische veerdienst tussen Marken en Volendam. En komt u ongetwijfeld inwoners tegen in hun kleurrijke klederdracht. Mogen we even met u op de foto? Ja? Dat wil Nana zo graag. Leuk, mevrouw. Dank u wel. Dank u wel. Maar nou is hij compleet, hè, eigenlijk. Nu kunnen we alles afvinken. Maar we moeten naar Uitdam, dus ik heb iets heel leuks geregeld. Wat dan? Een heerlijk relaxed rosébootje. Komen helemaal uitgerust aan. Ja, dat is natuurlijk een heel erg leuk idee. Ja, super fijn, ja, toch? Ja, ik had alleen iets anders geregeld. Ja, Toys for Boys. Met de 7 meter lange Falcon Rib en zijn 250 pk motor... Woehoe! Bereikt Tim binnen enkele seconden een snelheid van rond 100 km per uur. Woehoe! Bedankt, Tim. Top dit. Kijk, je kan natuurlijk ook gewoon heerlijk relaxed genieten op het water met een drankje en een cocktailtje. Er zijn mensen die altijd weer sneller moeten gaan, maar voor mij is dit ideaal. Voor degene die graag bij een resort van Europarks ook deze adrenaline kick van Tim's boottocht wil ervaren, ga dan naar housevision.nl. Nana is ondertussen aangekomen op Europarks Resort Poort van Amsterdam. Joehoe! Nou, daar zou je hem hebben hoor. Hey, ik durf het bijna niet te vragen. Ja? Mag ik nog een rondje? Ga jij nou maar lekker een rondje, dan zie ik jou dadelijk wel. Top! Het is toch net een kind, hè? Zie je nou, zo? Veel plezier, ja, hè? Ja, dat komt wel goed.
Fred en Waja waren een van de eerste investeerders op het resort in Uitdam. Zij kozen voor een vakantiewoning type Westertoren op een uniek kavel. En vandaag zijn ze terug op het resort om de bouwontwikkelingen te volgen. Hallo. Hi. Hi, Nana. Fred, hi. Hi, Nana. Hi, goed jullie te zien. Ja. Kunnen jullie wat meer vertellen over jullie droomvakantiewoning? Het is zeker een droomvakantiewoning. Ja. Want jullie hebben gekozen voor de type Westertoren. Type Westertoren, ja. Mm-hmm. 12 persoons, ruime slaapkamers, meerdere badkamers zitten er ook in. Fijn. Dus we kunnen echt, we hebben 5 kinderen, dus we kunnen hier ruim verblijven met z'n allen. En vooral de feestdagen. Dus vooral de type Westertoren is heel erg geschikt voor ons om de feestdagen door te brengen en dergelijke. En ook voor de verhuur. Maar dus daarom is echt dat type Westertoren hebben dat 12 persoons kunnen we daarmee in. Okay. Ja. Dus jullie hoofdmotor is ook echt wel als gezinnetje van genieten? Absoluut, ja, absoluut. Absoluut. Mooi zo. Nou ja, hij ziet er schitterend uit, maar ik wil natuurlijk ook nog even kijken waar die gelegen is. Op het resort. Dan kunnen we even kijken op de maquette. Op de maquette, ja? Heel leuk, ja. Zo eens even kijken naar de locatie. Dit is hem als ik het goed heb, hè? Dat is hem, heel goed. Ja, ons kavel, type Westertoren. Mm-hmm. Nou, hier creëren we dus een terrasje. Ja. Onze sloep komt erbij te liggen. Dan kunnen we zo naar het Markermeer toe varen. En hier ook het uitzicht over het Markermeer, naar de bootjes en zo. Echt fantastische locatie. Ik ben net vanuit Marken met de boot hier naartoe gekomen. Ja, dat is echt fantastisch, waanzinnig. Ja, wij hebben met de eerste paaslaan hebben we ook een prachtige boottocht hier gemaakt. En helemaal over het IJsselmeer, echt zo mooi. Ja, vakantie is het gewoon. Ja, zo lekker langs al die plekjes, Volendam. Volendam kwam eruit, ja. Echt heel erg leuk, hè? Prachtig. Ja. We zitten echt op de perfecte plek. Ja. En mooi het appartementencomplex, maar je hebt toch ook nog dat hele weidse uitzicht. Dat hele vrije, dat hebben wij, echt... Dus jullie blij, kinderen ook blij. Wij zijn heel blij. Heel blij. Ja, we zijn één keer bij de kinderen wezen kijken hier. En die waren ontzettend enthousiast, zeker. Die kunnen natuurlijk niet wachten tot het klaar is. Kan ik me heel goed voorstellen. Ja, echt heel leuk. Nou, zullen we dan maar eens even gaan kijken hoe de kavel erbij ligt? Ja, dat is leuk. Dat is voor jullie ook wel weer een tijdje geleden, of niet? Ja, we zijn weer benieuwd hoe ver het nu is, Nou, laten we maar gauw naar buiten gaan dan. Zitten jullie goed? Klaar voor? Ja! Daar gaan we! Op Europarks Resort Poort van Amsterdam zijn in korte tijd de eerste bouwfases ontwikkeld en worden de vakantiewoningen binnenkort opgeleverd. We zijn wel al flink aan het bouwen, hè? Ja, dat kan mooi snel. Oh, daar komt onze woning aan. Laatst in het rijtje. Kijk! Zo. Nou, dit is een plaatje, hè? Parkeer ik hem hier eventjes. Een groot verschil met de laatste keer, of niet? Ja, echt geweldig. Ja, verleden keer was er één vlakte nog. Mm-hmm. Dan stonden we daar aan de zandbank met Jelte toen nog. Nou, echt geweldig. En dat uitzicht hier echt... Ja, waanzinnig. Moet je kijken, ze zijn mooi ver, hè, schat, hè? Nou. Ze zijn echt... Ik denk eerder als de dakpannetjes erop komen. De vakantiewoning type Westertoren is geschikt voor 12 personen. En beschikt over een luxe open keuken, een woonkamer met een zee aan ruimte en maar liefst 6 slaapkamers. De Westertoren is te koop voor €359.500. Voor meer informatie over deze vakantiewoning, ga dan naar housevision.nl. Nou ja, safety first natuurlijk. Ik geef het even aan jullie. Dankjewel. We kunnen eens binnen gaan kijken. Dus nog even klimmen en klauteren. We komen ook via het raam binnen. Lukt het? Ja. Maar we staan nu in jullie woning. Hoe voelt dat? Ja, geweldig. Geweldig. Echt fantastisch. Dat zou zo fijn zijn. Ik zie ook een twinkeling in de ogen. Ja. Helemaal zitten. Perfect uit. Mm-hmm. Goede bouwmateriaal ziet er echt aanstaan. Ik ben uit de bouw, kom ik, dus het ziet er heel erg netjes uit. Je kijkt even naar de kritische ogen. Precies, even naar de kwaliteit kijken. Mm-hmm. En het materiaal die ze gebruikt hebben, het ziet er heel goed uit. En het schitterende uitzicht. Uitzicht. Echt. Waanzinnig. Oh, dat is een lieve geloof. Ja, daar hier komt ons terrasje, sloepje, Markermeer. Ja. Je waant je echt gewoon in het buitenland zo. Ja, ik voel me echt helemaal in het buitenland zitten, ja. Echt geweldig. Ja. Maar ja, dit is ook Nederland, hè? Echt zo mooi kan Nederland zijn. Nou, ja. Tim is ondertussen weer aangekomen in de jachthaven van Europarks Resort Poort van Amsterdam. En gaat zich even opfrissen in de modelwoning type Guldendaalder. Ja, deze Guldendaalder heeft 4 slaapkamers en 2 badkamers, waarvan 1 met sunshower. Nou, je begrijpt wel dat ik na zo'n enerverend boottochtje even lekker een warme douche ga pakken. Vind je het goed dat ik dat even alleen doe?
Voor meer informatie over de Sunshower, ga dan naar housevision.nl. De vakantiewoning type Guldendaalder is geschikt voor 8 personen en beschikt over een luxe open keuken en maar liefst 4 slaapkamers met allemaal een eigen badkamer en suite. De Guldendaalder is al te koop voor €289.500. Voor meer informatie over deze vakantiewoning, ga dan naar housevision.nl. Nou, ik ben hier natuurlijk ook wel vaker geweest en dit is een van mijn favoriete plekjes. Het appartementencomplex met uitzicht natuurlijk ook weer over het water. Je kan hier heerlijk je sloep kwijt en als je ziet hoe snel het gaat... Dat gaat supersnel. Ja, want dat wordt jullie overburen een beetje dit natuurlijk. Wordt, ja, prachtig. Echt wel karakteristiek kan je zien. Hè? De dakpannen liggen er al op en ik denk dat het vrij snel gaat op dit mooie moment. Plek, mooi. Ja. Mooi, en aan de faciliteiten is gedaan. Faciliteiten, ja. Er zit er vlakbij. En dan kunnen we straks met de kleinkinderen lekker naar het zwembad en de supermarkt, alles spelen. Ja, het speelparadijs zit er ook in, toch? Ja. En een Grand Café. Er zit ook een Grand Café in. Dat is voor Fred natuurlijk. Ja. Als het iets later wordt, dan kun je me daar vinden. In het Grand Café. En wij zien het al voor je, op je eigen terras genieten. Heerlijk. Kijk, leven. Heerlijk. Zo jongens, hi. Hey. Ik ben weer enigszins een beetje opgeruimd. Beetje opgefrist? Wij zitten zo gezellig. Hey, hoe is het? Hi. Ja, perfect. Hadden jullie genoeg van mij dat je ineens met Nana er vandoor gegaan bent? Gaat dat prima zo. Ja? En hoe gaan de vorderingen? Ja, geweldig. Het was zo erg opgeschoten. We waren helemaal verbaasd. Het ziet er prachtig al uit. We zien ons er al helemaal zo zitten. Heerlijk. Ja, en dan met dit weer erbij, jongens. Wat wil je nog meer? Die bal die draaft nu door. Het gaat gewoon snel nu. Ja. We zitten echt met smacht te wachten. Ja. Het gaat echt heel goed. Ben je al op zoek naar een boot? Nee, is al geregeld. Is al geregeld. Alles is geregeld. Dan moet ik even niet op. Voor meer informatie over Europarks Resort Poort van Amsterdam, ga dan naar housevision.nl.